De coronapandemie heeft ertoe geleid dat we ons sterker bewust zijn geworden van hoe en waar we wonen. Met z'n vieren aan een keukentafel zitten, werken en leren is zeker niet makkelijk. Rust en ruimte zijn belangrijke parameters als je steeds meer tijd in en om het huis besteedt. Dan zou je kunnen denken dat de vraag naar woningen in de afgelopen 18 maanden in drukke gebieden, zoals de grote steden in de Randstad, is afgenomen. En tegelijkertijd de vraag naar woningen in plattelandsgemeenten, zeker in de periferie van het land, is toegenomen. Maar is dat daadwerkelijk zo? Dit hebben we op basis van een prijsanalyse, maar ook op basis van verhuisgedrag, verhuiscijfers, proberen uit te zoeken. Uit ons onderzoek blijkt dat het effect van corona en thuiswerken tot nog toe heel beperkt is geweest. We zien aan de ene kant dat er geen toenemende uitocht is geweest uit de grote steden in de Randstad. Ja, er zijn meer mensen vertrokken dan we hadden kunnen verwachten voor de pandemie. Maar er hebben zich ook meer mensen gevestigd sindsdien. De grote steden blijven gewilde woonlocaties. En de verhalen over gezinnen die massaal vanuit Amsterdam tot aan het Achterhoek verhuizen, blijven vooral enkele gevallen. Aan de andere kant zien we ook dat de trek vanuit plattelandsgemeenten in de periferie iets is afgenomen. Dit zou natuurlijk een tijdelijk fenomeen kunnen zijn, omdat mensen meer verplicht moesten thuiswerken of online gingen studeren. Maar het zou ook een eerste voorteken kunnen zijn van een toch meer structurele verandering, waarbij zich meer mensen gaan vestigen in deze gebieden dan vertrekken, omdat reistijd een minder belangrijke factor wordt voor de verhuiskeuzes. Echter, grote omwentelingen verwachten we niet door meer thuiswerken op de Nederlandse woningmarkt in de nabije toekomst. Andere factoren zoals de betaalbaarheid van woningen en ook de beschikbaarheid van woningen zijn veel belangrijker voor de woonkeuzes die we maken. Voor de inrichting van de woonruimte zou thuiswerken wel een belangrijke impact kunnen hebben op de lange termijn. Ontwikkelaars, planners en beleidsmakers, denk eraan. De kwaliteit van de woonomgeving is heel erg belangrijk voor de gebruikers en dat zal die ook blijven.